our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Wij gaan ervan genieten, want ja, jullie weten het al. Ik ben vanavond van onze Mario en onze Anna. En natuurlijk heb ik de meisjes ook natuurlijk bij me. Hallo, het is zo gezellig. We hebben het heerlijk samen. Ja, heerlijk. Heerlijk, wij hebben lol. Hè? We maken plezier en pret. Het is gezellig. Zo is het. Ja, toch? Ik ga even naar de keuken om te kijken. Daar gaat het eraan. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. De laatste vlog van dit jaar. De echte vlog, hè. Wat ik verder ga doen, weet ik nog niet. Nee. Of ik nog live ga of stukjes maak, zoals met de kerst, dat ik dat dan eventjes online gooi, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik moet ook... Ik heb ook Karin beloofd om Karin te helpen, omdat die helemaal achterloopt. Ik loop achter. Karin loopt achter, maar Karin loopt nog veel meer achter, omdat dat meisje ziek is geweest. Kan je niks aan doen. Ik was niet ziek, ik heb dat zelf ingegooid. Even een break-out. Moeten wij ook mogen hebben, jongens. Ja, echt, wij mogen het ook best wel hebben. Even time-out voor onszelf, ja. Maar in ieder geval, het is vandaag zondag 31 december, dus ja, 31 de 12e, 2023, nog een paar uur, een aantal uren, x uren te gaan en het is bijna kwart over drie. Ik heb ook gezegd, ik kom laat op mijn bed. Ja, nou dat heb ik ook gedaan. Ik heb rode glitter op mijn haar, omdat ik een rode glimmende jurk aan heb, dus zit ja, glinster draadje doorheen geweven. Ook helemaal kerstig, een mooie ketting om bijpassende oorbellen en dan mijn armbandje, die rode, die moeten jullie hebben, die hoort er helemaal bij. Ja, dus komt helemaal leuk en goed. Ik zat ook al te denken om mijn nieuwe erom te doen bij, ik weet niet, deze. Maar ja, is dat wel zo mooi en dan? Die af, ik weet het niet, blinkt natuurlijk wel, hè, ja, even zien, ja, nou dan moet die kant op en die weer die kant op, nou, dan heb je dat, nou dat vind ik, hey. Dat is weer te breed en dat, hij is, hoe noem je dat, ja, ik weet even niet, hij is ook een beetje te wijd. Zoals jullie zien, ja, kun je doorheen kijken, ja, dus dat moet me niet, en dan moet hij ergens hier komen te zitten, en dan moet hij daar weer overheen, kom op, dan moet hij hier ook komen te zitten, dan zou het misschien wel kunnen. We laten hem gewoon om. Ja toch. Maar die heb ik ook altijd om. Wijsheid. De stenen van de wijsheid. Dus ja, ik had ook eerst een andere, maar daar is elastiek van kapot. En dat waren witte kraaltjes. Ik weet ook niet meer waar die voor waren. Was me wel verteld, maar ik weet niet meer. Nee. Maar in ieder geval. Ik heb dus een hoop te doen. Kan ik ook niks aan doen, ook onverwachts, Karin die belde me, kan mama mij alsjeblieft helpen, ja waarmee, vlogs in elkaar zetten, terwijl ik zelf eigenlijk ook moet, ja, nou ja, zij loopt nog veel verder achter, dus we zien het wel weer, hoe het ruilt en zeilt, en ik moet die tafel leeg halen, want daar komen vanavond de hapjes op, de dames die willen eerst eten, ik denk dat is dom, en ik heb het ook tegen Mario gezegd, wel dom om te gaan eten. Kom maar hapjes op tafel, dan heb je vanavond daar geen zin in, hè?
Ik heb ook soep, maar ja, in die soep zit vermicelli, die zitten balletjes gehakt in. Mag Mario niet hebben. Ik denk, oh jee. Je eet ook helemaal verkeerd. Want gisteren, wie dat programma naar kijkt, ik kijk er normaal nooit naar. Maar ik had hem toevallig erop. Ik denk, nou laat me staan, want ik wil straks die kerstfilm zien. Straks heb ik hem te laat over. Dat was, dat ging over liefde. Dan komen er twee mensen samen. En dit waren dan twee lesbiennes. En één, ze waren allebei vegetarisch. Maar de een die at wel vlees, want in dat andere vlees wat je dan wel mag hebben, dat namaakvlees, daar zit zoveel troep bij in, dat het slecht is voor je lichaam, maar dat je daar, dat is dus vergeef. En dan ga je ook op een gegeven moment eerder dood aan dan dat God dat heeft gepland. Dus dat is vragen en moeilijkheden. Dus ja, mensen, je kunt beter gewoon normaal vlees eten, daar zit veel minder troep in verwerkt. Dan in die te roepen voor vegetarische. Ja, ik weet het niet hoor. Ik heb er geen verstand van, maar dat kreeg ik te horen op de televisie. Nou ja, oké, het zal. Ja, was het niet zo geweest, hadden ze dat er wel weer tussenuit geknipt. Ik weet het niet. Maar het zal. Maar in ieder geval, ik ben er helemaal klaar voor. En morgen doe ik mijn nieuwste kleding weer aan, zoals het nu voor staat. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van alles met ons mee. Daar ligt mijn grote meid en mijn kleine meid. Ja, die ligt uiteraard weer in de mand. Uiteraard. Ja, kijk maar, daar ligt ze. Nee, jij nou? Ja. Dus ja, wij gaan eerst de hort op, de kou in, want het schijnt koud te wezen. Het is ook maar 8 graden en het voelde aan als 4 of 5, zoiets. Komt door de wind, dus ik kleed me wel eventjes, er komt wel een vest aan en er komen sjaaltjes om, dus ja, komt helemaal goed. Hou gewoon vol goede moed en geniet van deze laatste zondag van het jaar. Tot later! Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom, ja, welkom, een heel hartelijk welkom bij Corina en de Beestenboel. Ja, daar zijn jullie. Ik ben hier niet zomaar, nee. Het is niet een normale vlog, nee. Die komt, zover ik weet, morgen weer online. Ik heb er 2 gisteren gemaakt. Maar in ieder geval, wat zijn we nu van plan? Jullie natuurlijk allemaal een heel fijn, liefdevol jaarwisseling alvast toe gaan wensen voor vannacht 12 uur. Het is nu nog maar 16 uur. Maar in ieder geval... komt helemaal goed, lieve vrienden. Ja. Dat geniet gewoon van alles. Met wat jullie gaan doen. En met wie jullie het gaan doen. Lekker hapjes op tafel. Drankjes op tafel. Of weet ik veel wat. Ja, geniet er gewoon van. En dan komt het zeker allemaal goed. Wij gaan dat ook genieten. Want ja, jullie weten het al. Ik krijg bezoek vanavond van onze Mario. En onze Anna. En natuurlijk heb ik de meisjes ook natuurlijk bij me. Daar ligt Elwin. Hè, Elwin? Elwin die denkt, bekijk het maar. Ze wou ook niet lopen. We zijn wel een stukje geweest. Maar ze trok als een tierenlier. En het liefst wou ze naar haar grote behoefte weer terug. Maar ik ben toch een stukje verder gelopen, want ja. Dat kon gewoon niet, nee. Maar in ieder geval, hier is onze kleine meid, Rijke. Die is niet bang, nee, die loopt gewoon door en die zegt, denk beter zelf, bekijk het allemaal maar. Hé, ja nou, Rijke, jij, hier. Dus ja, lieve vrienden, wij gaan genieten. Wij gaan gewoon genieten, ja, echt waar. Dus... ja, ik wens nogmaals iedereen, stuk voor stuk, jullie allemaal, een hele fijne jaarwisseling. God zegen, denk erom met vuurwerk, pas goed op jezelf, pas goed op kinderen, maar bovenal pas goed op de dieren. Want ja, jullie weten, de dieren zijn bang, doe het niet vlak bij hun in de buurt of wat dan ook.
Ja, ik ben ze dan aan het trainen, et cetera. Maar ja, dat gaat ook niet over één nacht ijs, weet je. Maar in ieder geval, wees voorzichtig voor iedereen wat leeft. Voor alles wat leeft. Wees gewoon voorzichtig. En ja, geniet ervan. En probeer iemand in huis te halen die anders alleen had geweest. Dat doen wij dus. We halen Anna erbij, want die woont eigenlijk, ja, ze woont nog op de gezellen. Maar ze wordt wel in de gaten gehouden. Ze woont in Dijkzicht, waar ik altijd langs loop. Kamernummer weet ik niet. En dat is ook niet belangrijk, maar ze woont daar dus. En ja, zij is de enige die nog wat weg mag. Omdat ze nog maar beginnend dementerend is. Maar ik merk toch al wel dat het beetje bij beetje erger gaat worden. Maar het maakt niet uit. Haal iemand erbij die alleenig is. Al is het je oma die nog leeft. Als dat mensje alleenig is, haal het erbij. Ja, wees lief voor elkaar en geniet met elkaar. Ja, en mijn boodschap voor het nieuwe jaar? Nou, dat is ook lief zijn. En we weten allemaal wat voor 4 jaren wij achter de rug hebben. Dat het vreselijk is. Dat het schandalig is. Hoe wij worden belaagd met leugens en bedrog uit, nou ja, zeg maar uit Den Haag vandaan. Hè? Laat ik het maar even netjes behouden. Ook met die coronaziekte. Hallo, wat voor corona? Het is gewoon een griep. Ja, en corona, ja oké, het bestaat al ergens in de 13e, 14e eeuw. Maar het heeft geen naam verder. Het is gewoon ook een griep, net zoals de normale griep. Verkoudheidje noemen ze ook al een griep. Nou nee, je bent verkouden. Je bent niet, verder is niet ziek. Ja, er zijn meer mensen, helaas, God hebben een ziel, heen gegaan door de vaccinaties. Dat ze zomaar plomfloren voor je voeten neervallen op het veld met sporten. Terwijl ze altijd gezond waren. Hoe dan, vraag ik mij af. Hoe is dit in godsnaam mogelijk? Een hartaanval aan het hart? Hoe dan? Het was gezond, ja, die persoon. Gewoon door die vaccinaties. Ook zijn er al heel veel kinderen overleden door die vaccinaties. Je wilt toch geen moordenares of moordenaar zijn? Als dokter zijnde. Of verpleegkundige die ook mag prikken. Wil jij een moord op je geweten hebben om ze die gifprikken te geven? Dacht het niet, hè? Foei. Laat dat. Kom op met je waarheid boven tafel te brengen. Ja, maar verder zou ik zeggen, leef gezond. Denk na voordat je iets gaat kopen. Je hebt tegenwoordig dat kikkertje, maar er zijn meerdere emblems. Hou dat in de gaten. Koop dat niet waar die kikker op staat en die andere emblems. Die emblems die zijn ook al over Facebook heen gegaan. Let er alsjeblieft op. Ja, dus ja, en verder heel veel liefs. Heel veel liefs wil ik jullie toewensen. Geluk, maar ja, tegenwoordig hebben we momenteel geen van alle geluk met dat uit Den Haag. Maar ik hoop van ganse harte dat er met wat liefde naar elkaar toe ook meer geluk zal komen. En dan, ja, dan is het toch goed. Als iedereen maar lief doet tegen elkaar. Meer liefde geven. En dat mis ik, die liefde. Kijk, ik heb het wel met mijn schoonzoon en met mijn dochter Karin. Met mijn schoonzoon Roderick en mijn dochter Karin. Daar ontvang ik liefde van. Dus ik krijg ook liefde terug. Mijn vriendinnen, ik krijg er liefde van. Ik krijg liefde terug. Mijn vrienden, mannen dus. Ik heb een heleboel vrienden erbij. Ik noem even 2 personen. Het zijn allebei Janne, Jan van Dam en Jan Mooi. Dat zijn vrienden. Jan van Dam, die kan ik levende lijven. Maar Jan Mooi nog niet, helaas. Maar wat nog niet is, kan komen. Ja. En
daar ontvang ik liefde van. Ook al is het per telefoon of wat dan ook, ik ontvang liefde. Geef het ook terug. Het is maar een kleine moeite om aardig te zijn, ook op straat. Als je iemand tegenkomt die je totaal niet kent, maar zeg maar dat het een vrouw is, ja? Die heeft een prachtige mooie jas aan. Geef die vrouw dan een compliment van, goh mevrouw, goeiedag. Wat heeft u een mooie jas aan? Een aardig woord is zo'n groot gebaar. Ja, een klein woordje, dat is iets groots. Doe dat ook, dan komt alles goed. Lieve vrienden, ik hou er weer mee op. Ik verveel jullie misschien wel met deze kleine gekke toespraak. Maar het maakt niet uit, het komt uit mijn hart. Uit mijn hart. Dus ik zou zeggen, geniet gewoon van deze dag, jullie laatste zondag van het jaar. Lekkere hapjes op tafels klaarzetten zo meteen en dan komt alles goed. Ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed. Hè? Tot in het nieuwe jaar. Doei! Nou ja, jullie zien het. De dames worden helemaal weer verwend en omringd door liefde. Er straalt hier liefde uit. En ja, dat heb ik vanmiddag ook al verteld in mijn toespraak. Liefde geven aan elkaar. En of het nou mens of dier is, maar geef liefde. En hier is liefde. Genegenheid. Of niet dan, Mario? Ja, toch? Anna. Ja, hoor. Ja, hè? Genegenheid, liefde. Ja. Aan elkaar, voor elkaar, daarom met elkaar. Daar ben ik vanavond gekomen hier. Ja. Ja. Geweldig. En wat eet jij daar? Mijn bananenbrood. Zal ik vanmiddag gebakken? Ja, dat heeft ze voor ons ook een stukje mee. Ja, maar een stukje mee, maar ik ja, is lekker. Niet, dat wist ze al. Nee, maar dat is goed ik ben gelukt. Eraan te plagen. Ja. En de meisjes die vinden het ook fijn. Nou, en wat hebben Anna en ik? Nou, wij hebben gewoon lekker groentesoep. Enkel Anna die mag geen vlees, vanwege haar reuma, wordt er gezegd. Nou ja, ik weet het niet. Ik heb er nog nooit van mijn leven ervan gehoord dat je dan geen vlees mag hebben. Dat is voor het eerst. Ik nou, meer reuma. Hoor. Meer dingen. Ook suiker en vele andere dingen nog. Ja, maar suiker kan ik me nog indenken. Daar zit vergif in. Maar ja, ik maar moest... Maar vlees? Ja, en ik eet ook geen vlees meer. Dus, maar het is bij jou eruit, zover ik weet. En die zitten bij mij erin. Allemaal balletjes. Oh, ik kan mij die balletjes voor de keer schelen. Krijg ik. Maar in ieder geval, we hadden eerst koffie. Anna heeft nog een beetje thee staan. Oh ja, bedankt. En het is nog heet hoor, schat. Oh. Ja, het komt net van het vuur. Nou ja, vuur, nee, het is mee, geen hoor. Vuur, het is geen gas. Elektra. Een inductiekookplaat. Lekker. En we hebben dus natuurlijk kaarsjes aan. Maar ja, ik heb ruimte op tafel gecreëerd vanmiddag, omdat er nog meer op tafel gaat komen. Ja, en ook worst, want ik lust worst. En die twee meisjes ook op vier poten, dus ook worst. Dus ja, ook en worst. En ik niet. En er komt kaas op bruin en er komt toast met, nou ja, andere troep erbij. wat je op toast kan smeren. Andere troep. Ja. Gewoon troep. Nou, en bij de stal daar zijn ook kaarsjes aan. En op de eettafel brandt weer kaarsjes. Dus we gaan er gewoon weer van genieten. En ze knallen hier wat af, hè, Elwin. Nou, behoorlijk. Ze knallen hier wat af, hè, meisje. Elwin. Ze knallen hier, hè. Ja. Maar ze heeft het net wel gezien. Want ze waren daar aan de kant van de keuken aan het knallen. En het was 7 uur werk, maar ze keek richting naar buiten. En die is niet bang. Nee, dat valt reuze mee met die. Maar Elwin moet er niks van hebben. Nee. Maar dat leren we andere jaar wel eventjes wat eerder af. Gewoon eventjes vuurwerk opzoeken bij YouTube. En wat een ander zegt, dat kan me geen worst schelen. Want ik kreeg vanavond ook al op mijn sodemieter. Kijk, voilà, wat was dat dan? Niet doen, niet doen, niet doen. Wat was dat? Wat was dat? Oeh, was dat mooi? Het boem, hè? Knal, boem! Ja, boem, de boem, de boem, boem, boem. Ja. Ja. Is niks, hoor. Is helemaal niks, het handje. Maar ik kreeg van iemand al een schuldige wijsvinger op mij gericht. Een boze wijsvinger. Omdat ik haar gewoon een tip gaf. Moet je dan boos wezen als je een tip krijgt van iemand, wat je kan doen?
Ja, en wat je met die tip doet, moet je zelf weten. Maar het is gewoon een goed bedoelde advies. Lekker, schat. Voor je dieren. Ja, en ben je er niet mee eens, gooi je liever je gordijnen overal dicht en je luxe flex dicht en weet ik veel, alles pot dicht. Dat is niet goed voor je dieren. Nee, je moet je dieren erin meemengen. Van, oh, wat mooi. Hé? Ja, want ook Elwing is mooi. En tante Mario is mooi. En Rijka is mooi. En tante Anna is mooi. Allemaal mooie dames hier op de rij. Wauw. Ja. Hé? Ja. Geweldig. Hé? Ja. Is zo mooi, hè? Och, is het zo'n mooi kind. Ja, hè? Maar in ieder geval, wij gaan weer feestelijk verder, want ik moet nog veel meer dingen ook nog klaarmaken. Dus ik zou zeggen, geniet. En geniet een beetje met ons mee. Ook laat ik het jullie af en toe hier en daar zien hoe en wat. Dus het komt helemaal goed, of niet dan, dames? Ja, toch. Het komt helemaal goed. Zeker te weten. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Oh, mijn duimpje omhoog. Oké, ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, jullie zien het vuurwerk daar wel de lucht in gaan. En op meerdere plaatsen, maar ik blijf binnen, want het spoelt hier. Dus ik blijf lekker droog in huis. Ja, het is wel mooi hoor, het vuurwerk. En ik zie het hier aan het huis gedaan. En onze Anna is nog steeds gezellig hier. Hallo, het is zo gezellig. We hebben het heerlijk samen. Ja, heerlijk. Heerlijk. Wij hebben lol. Hè? We maken plezier en pret. Het is gezellig. Zo is het. Ja, toch? Ik ga even naar de keuken om te kijken. Daar gaat het eraan. Ja, daar ga ik ook even mee. Daar zie ik ook een heleboel rook hangen al. Ondanks dat het regen. Is dat, ja, het is een beetje... Heel veel hier. Maar je ziet het wel heel mooi, ja, hè? Van achter. Het is echt geweldig. Nou, ook daar ook. Daar zie ik het wat rood in de lucht. Nee, je ziet het haast niet door die ster die ik heb hangen. Eens even kijken. Het is aardig. Lucht het nou even. Als je hier je hoofd doet. Ja, ik weet het. Ja, ze zijn daar ook in die straat aan bezig. Ja, heel erg. Maar je ziet het hier al des te meer. En Mario die zit in die stoel toe te kijken. Dag Mario! Ja, even gelukkig nieuwjaar wensen. Ja, de beste wensen. En alle goeds voor het komende jaar. Oké dan. Anna, jij ook nog gelukkig nieuwjaar wensen aan iedereen. Dankjewel. En ook allemaal gelukkig nieuwjaar. En dat we maar veel geestelijke vrijheid zullen krijgen. Zo is dat, lieve. In de naam van Jezus. Mag ik dat zeggen? Ja hoor. In de naam van Jezus. En dat gebeurt ook. Dit staat allemaal in de Bijbel. Ja. Zo is het. Nou. Nou, ik zal jullie even een stukje omdraaien. En dan ben ik weer in beeld, maar ik sta nog ingezoomd. Oh, ga ik nog verder inzoomen? Dat moet ik maar niet. Zo. Ja, lieve vrienden, ook vanaf mijn kant. Heel veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Ja. En dat het allemaal beter mag gaan dan de afgelopen 4 jaar. Ja. En dat we in gezondheid, geluk en liefde mogen verder leven. En natuurlijk heel veel liefde. Geluk, ja, dat legt er maar aan jezelf. Maar liefde, dat is gratis. En dat kan je zo weggeven. Dat is zeker, ja. Ja, liefde kan je gratis geven. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet van alles. En geniet ook een beetje met ons mee. Doei! Dag hoor! Ja, lieve vrienden. Het jaar is alweer 4 uur en 24 minuten oud. Ja, het is dus al zondag en ik moet nog naar mijn bed. Het is dus 4 uur en 24 minuten. Ja, tegen 4:30. En ik moet dus inderdaad nog naar mijn bed.
Maar ja, het was een geweldige avond. Samen met Mario en met Anna. Daar ben ik heel erg blij mee dat het zo'n geweldige avond is geworden. Ik heb net de telefoon weer neergezet in zijn houder. Net het telefoongesprek afgesloten. Met onze lieftallige vriend Jan Mooi uit Schiedam. Die zat eventjes met een klein probleem. Die heb ik hem eventjes ermee geholpen. Dat is opgelost. Enkel hij moet het zelf ook even loslaten. Ja, dat is ook even voor hem weer een klein probleempje. Maar komt goed. Dat weet ik. Dat komt gewoon goed. En voor nu zou ik zeggen, lieve, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. En uiteraard morgen allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, hè, dat God houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg dan gewoon weer, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!